wordt er soms in de lens gekeken? Lazarus leest iedere dag voor uit Dostojevski's Misdaad en Straf. Hou toch op, man. Laat haar maar creperen. Ik sla haar dood. Nou ja, tralalalala, dat wil je niet weten. Fyodor Dostojevski. Daar zijn we. Misdaad en Straf, deel 5, hoofdstuk 4. Ondanks de verschrikking en het lijden waarmee hij zich in zijn eigen gevoelsleven geconfronteerd zag, was Raskolnikov een doortastende, energieke advocaat voor Sonja geweest. Na de psychische aanslag die er 's morgens door Porfiri Petrovic op hem gepleegd was, had hij met beide handen de kans aangegrepen om zijn ondraaglijk geworden emoties en indrukken in minder mistroostige sferen te leiden. Dat hij voor Sonja had kunnen opkomen, was te meer balsem voor zijn ziel geweest, omdat hij haar in zijn hart had gesloten. De andere kant was dat het vooruitzicht van de afspraak die er met Sonja stond, zo hevig aan hem knaagde, dat hij er bij momenten nauwelijks meer tegen kon. Hij moest haar vertellen wie Lizaveta had vermoord. Die wetenschap was een helse marteling voor hem, waaraan hij wilde, maar niet kon ontkomen. Bij het verlaten van het huis van Lippenwechsel had hij zichzelf in gedachten opgepept. Kom aan, Sofia Semyonovna, we gaan zien wat u na dit alles nog te zeggen hebt. Maar dat was alleen buitenkant geweest. Het gevolg van het prikkelende gevoel Luzhin te hebben uitgedaagd en onschadelijk gemaakt. Nu veranderde zijn stemming onverhoeds, ook voor hemzelf. Toen hij het appartement van Kapernaumov bereikte, stroomde alle kracht uit zijn lijf en sloeg de angst toe. Verstrooid bleef hij voor de deur talmen en vroeg zich af waarom het eigenlijk nodig was Lizaveta's moordenaar te verraden. Vreemd genoeg liet zijn gevoel hem geen enkele twijfel. Het niet doen kon eenvoudigweg niet, en zelfs uitstel was onmogelijk. Waarom dat zo was, had hij op dat ogenblik niet kunnen zeggen, want het was zoals gezegd puur gevoel dat hem leidde, voortkomend uit een kwellend bewustzijn van zijn onmacht om de verpletterende noodzaak van een schuldbekentenis het hoofd te bieden. Om niet langer te hoeven piekeren en de marteling niet langer te laten voortduren, stootte hij de deur abrupt open en zag Sonja. Zij zat aan tafel, steunend op haar ellebogen, haar gezicht bedekt met haar handen. Ze keek op, kwam snel overeind en liep op Raskolnikov toe, alsof zij op hem had zitten wachten. Wat was er van mij geworden als u er niet was geweest? Zei ze vlug. Blijkbaar had haar dat voor op de tong gelegen en was het er nu uit. Hierna wachtte ze af wat hij zou doen of zeggen. Raskolnikov liep door naar de tafel en nam de stoel waarop zij had gezeten. Ze ging voor hem staan, een paar passen van hem af, net als de avond tevoren. En, Sonja? Hij hoorde zelf hoe zijn stem beefde. Luzhin had het over de belastende omstandigheden van het milieu waarin u zich beweegt en de dubieuze normen die daar heersen. Dat was uiteindelijk wat u de das omdeed. Hebt u dat zelf ook begrepen, zo even? Haar gezicht weerspiegelde niets dan lijden. U moet niet meer met me praten zoals u gisteren met me praatte. Alsjeblieft, begint u niet weer. Het wordt er alleen nog maar erger van. Ze probeerde te glimlachen, uit angst dat haar verwijt niet goed bij hem zou vallen. Ik ben weggerend omdat ik een domme gans ben. Hoe is het daar afgelopen? Ik wou al gaan kijken, maar ik dacht dat u misschien zou langskomen. Raskolnikov vertelde dat Amalia Ivanovna het gezin Marmeladov op straat wou zetten en dat Katerina Ivanovna zogenaamd haar recht was gaan zoeken. Ach, mijn God, riep Sonja in paniek. Kom mee, gauw. Ze had haar manteltje al gepakt.
Altijd hetzelfde. U denkt alleen maar aan hen. Raskolnikov klonk geïrriteerd. Ik wil dat u bij mij blijft. En Katerina Ivanovna dan? Die raakt u heus niet kwijt. Ze komt vanzelf terug, was Raskolnikovs kribbige antwoord. Of u er dan bent of niet, de schuld krijgt u sowieso. Sonja ging zenuwachtig op de andere stoel zitten, klaar om weer op te springen zodra het mocht. Raskolnikov zweeg, staarde naar de vloer en dacht na. Stel nu eens dat Luzhin niet van plan is het hierbij te laten zitten, begon hij, zonder Sonja aan te kijken. Of stel dat hij er zijn zinnen op had gezet en het in zijn plannetjes had gepast, terwijl Lebezhatnikov en ik er niet bij waren geweest, dan had hij u toch gewoon laten opsluiten, of niet soms? Ja, zei zij zwakjes en verward. Verontrust klonk het nogmaals. Ja? Het had toch heel goed gekund dat ik helemaal niet naar dat begrafenismaal was gekomen. En Lebezhatnikov dan, dat hij toevallig alles had gezien, was gewoon een wonder, toch? Sonja reageerde niet. Maar oké, als u in het tuchthuis was beland, wat dan? Weet u nog wat ik gisteren zei? Sonja antwoordde niet. Al was het hem aan te zien dat hij op antwoord zat te wachten. Hij lachte als een boer met kiespijn. Ik had gedacht dat u weer zou beginnen te roepen dat ik moest ophouden met zo te praten. Opnieuw ging er een minuut voorbij eer hij vervolgde. Blijft u zwijgen? We moeten het toch ergens over hebben. Ik zou bijvoorbeeld wel eens uw mening willen weten over een bepaald vraagstuk, zoals Lebezhatnikov zou zeggen. Even draagde hij de draad kwijt te raken. Maar nee, ik bedoel het serieus. Stelt u zich nu eens voor, Sonja, dat u al Luzhin's plannetjes van tevoren zou weten, echt zeker zou weten, bedoel ik. En dat u zou weten dat die het einde zouden betekenen van Katerina Ivanovna. En trouwens ook van de kleintjes. En op de koop toe van uzelf. Zo ziet u zichzelf toch, als iets op de koop toe. Inclusief Poljenka. Want met haar gaat het dezelfde kant op als met u. Maar goed, wat ik wou zeggen. Als u in dat geval zou mogen kiezen tussen Katerina Ivanovna met haar kinderen aan de ene en hem, Luzhin, aan de andere kant. Als u mocht zeggen of hij mocht blijven doorleven met al zijn smerige streken ten koste van haar, wie zou dan volgens u dood moeten? Hij of zij? Dat vraag ik u. Sonja keek hem aan met een blik alsof ze een verre echo hoorde van een eigenaardige, onduidelijke taal die haar in grote verwarring bracht. Ik had al zo'n gevoel dat u zoiets zou vragen, zei ze, terwijl ze hem argwanend opnam. Goed dan, dat mag zo zijn, maar hoe luidt uw antwoord op mijn vraag? Waarom stelt u vragen waarop geen antwoord is? Er klonk walging in Sonja's stem. Dus u vindt het beter wanneer zo'n smeerlap als Luzhin mag leven? Of durft u dat antwoord evenmin voor uw rekening te nemen? Hoe zou ik de voorzienigheid Gods moeten kennen? En waarom vraagt u dingen waarop niemand kan antwoorden? Het zijn loze, lege vragen. Hoe komt u erbij te veronderstellen dat ik daarover moet beslissen? Dat ik moet oordelen over wie wel en wie niet mag leven? Als de voorzienigheid Gods erbij wordt gehaald, is het eind zoek, mopperde Raskolnikov gemelijk. Zegt u in godsnaam zonder omwegen waar u heen wilt, smeekte Sonja in wanhoop. Waar stuurt u op aan? Bent u alleen maar gekomen om mij nog meer pijn te doen? Ze kon haar tranen niet langer bedwingen en huilde bitter. Hij bezag haar met grimmig verdriet. Zo gingen er 5 minuten voorbij. Maar opeens voltrok zich een omslag in hem en zei hij zachtjes: Je hebt gelijk, Sonja. Hij had een andere stem gekregen. De provocerende, harde toon was verdwenen. Ik heb je gezegd, gisteren, dat ik geen vergeving zou komen vragen. En nu begin ik met juist dat te doen. Vergeving vragen. Wat ik over Luzhin en de voorzienigheid zei, was alleen voor mezelf bedoeld. Want eigenlijk vroeg ik je daarmee om vergeving, Sonja.
Hij wilde glimlachen, maar in de bleke glans die over zijn gezicht trok, verschool zich machteloosheid. Iets wat ongezegd bleef. Hij boog het hoofd en bedekte zijn gezicht met de handen. Op dat moment sneed er een vreemd, irreëel gevoel van bittere haat voor Sonja door zijn hart. Hij werd er zelf bang van en onthutst hief hij zijn hoofd. Hij priemde zijn blik in de hare. In haar ogen ontmoette hij ontsteltenis, pijn en bezorgdheid. Hij vond er de liefde. Zijn haat verdampte als een schim uit de onderwereld. Hij had zich vergist. Het was geen haat geweest, maar dat andere. Het betekende dat het ogenblik was gekomen. Weer boog hij het hoofd, dat hij met zijn handen bedekt hield. Toen stond hij op, keek Sonja aan en ging zonder iets te zeggen, en alsof hij zijn lichaam willoos gehoorzaamde, op haar bed zitten. Wat er nu in hem omging, vertoonde een angstaanjagende gelijkenis, zo voelde hij het althans, met de seconden dat hij achter het oude wijf had gestaan, de bijl gereed om toe te slaan, zich ervan bewust dat hij geen moment meer te verliezen had. "Wat hebt u?" vroeg Sonja. Haar verlegenheid was haarzelf ondraaglijk geworden. Hij kon geen geluid uitbrengen. Hij had zich zijn verklaring, dat was het woord dat hij er in zijn hoofd voor gebruikte, heel, heel anders voorgesteld en begreep niet wat er met hem gebeurde. Sonja kwam stilletjes naar hem toe, ging naast hem op het bed zitten en wachtte tot hij iets zou zeggen, zonder haar blik van hem af te laten. Haar hart bonsde en bevroor. Nog even en zij, of hij, of allebei, zouden het uitschreeuwen. Hij draaide zijn gezicht, het gezicht van een dode, naar haar toe. Zijn lippen bewogen, maar gehoorzaamden niet. Hij was niet in staat te spreken. Om Sonja's hart klemde zich een klamme klauw. "Wat hebt u?" herhaalde ze en schoof een stukje van hem vandaan. "Niet, Sonja. Wees maar niet bang. Ik zwets." "Ja, als ik erover nadenk, is het allemaal gezwets," mompelde hij op de manier van een koortslijder die ligt te ijlen en geen weet meer heeft van de wereld. "Waarom kom ik jou, juist jou, zo kwellen?" ging hij even later toch weer verder. Hij keek haar aan. "Waarom? Dat heb ik me 1000 keer afgevraagd, Sonja." Misschien had hij zich dat een kwartier eerder inderdaad afgevraagd, maar nu kwamen de woorden alsof ze op eigen kracht, zonder dat hij er deel aan had, naar buiten wilden. Zelf scheen hij zo goed als bewusteloos. Hij voelde alleen hoe hij onafgebroken over zijn hele lichaam rilde. "Wat doet u zichzelf aan?" bracht Sonja uit, terwijl ze hem met smart in haar ogen gadesloeg. "Allemaal gezwets. Hoor eens, Sonja." Heel even brak er een bleke, zwakke glimlach door op zijn gezicht. "Weet je nog dat ik je iets wou vertellen? Dat ik je dat gisteren beloofde?" Sonja reageerde gealarmeerd. "Dat ik misschien voorgoed afscheid van je zou komen nemen en dat ik je dan zou vertellen wie Lizaveta heeft vermoord." Er ging een siddering door haar lijf. "Dus daarom ben ik nu hier." "Hebt u gisteren dan echt?" fluisterde Sonja moeilijk, maar liet er heel snel op volgen alsof ze zich vermande. "Hoe weet u dat?" Ze ademde zwaar, met horten en stoten. Haar gezicht verloor zijn laatste restje kleur. "Ik weet het." Ze zweeg een hele tijd. "Hebben ze hem dan gevonden?" "Nee, nog niet." Opnieuw duurde het een tijdje voor er nauw hoorbaar uitkwam
Hoe weet u het dan? Hij keek haar strak aan en zei met dezelfde verdampte, glansloze glimlach als even tevoren. Raad maar. Haar lichaam bewoog alsof ze last had van stuiptrekkingen. Wilt u me bang maken? Hakkelde ze met de glimlach van een kind. Ik moet wel een bijzondere vriend van hem zijn, als ik weet wie de moordenaar is, ging Raskolnikov verder. Zijn ogen staarden onbeweeglijk in die van Sonja, alsof hij ze met geen macht ter wereld van de hare los kon maken. Lisaveta. Hij wou haar niet doden. Hij doodde haar zonder het te willen. Haar zuster. Die wou hij doden. Als ze alleen was. Maar toen hij dat gedaan had, kwam Lisaveta thuis. En toen heeft hij ook haar gedood. Er verstreek een gruwzame minuut. Hun ogen zogen zich vast. Kun je het nu nog niet raden? Hij vuurde zijn vraag af, alsof hij van een toren sprong. Nee, stotterde Sonja heel stilletjes. Kijk dan nog maar eens goed. En nu, bij dit antwoord, beving hem een innerlijke, ijzige koude, die hij al eerder had leren kennen. In Sonja's gezicht herkende hij dat van Lisaveta, dat hij plotseling weer scherp en duidelijk voor zich zag, op het ogenblik dat hij naar haar toe kwam met de bijl in zijn hand terwijl zij voor hem terugdeinsde, achteruit tegen de muur aan, haar ene hand naar voren gestoken, met een kinderlijk breekbare angst op haar gelaat, precies zoals een klein kind dat opeens bang wordt gemaakt door het een of ander en als gehypnotiseerd in paniek, naar het vreeswekkende object staart, wegkruipt, één handje naar voren gestoken, op het punt te gaan schreien. Dat overkwam nu Sonja. Net zo machteloos, net zo angstig, keek ze hem een lang ogenblik aan en stak toen haar linkerhand naar hem uit, bijna voorzichtig, schuchter. Ze duwde haar vingers tegen zijn borst, en kwam heel langzaam overeind, vergrootte de afstand tussen hen beiden centimeter voor centimeter, en leek meer en meer ten prooi aan een macht die haar hypnotiseerde, zodat haar blik verstarde. De afschuw waardoor zij werd bevangen, sloeg op hem over en tekende nu ook zijn gezicht, zoals haar ogen zich in de zijne spiegelden. En ook hij, ja, ook hij glimlachte, als een kind. Heb je het geraden? Fluisterde hij eindelijk. Uit Sonja's borst ontsnapte een snerpende kreet van afgrijzen. God! Ze zakte neer op het bed en begroef haar hoofd in het kussen. Maar meteen richtte zij zich weer op, kwam dicht naar hem toe, greep zijn beide handen en kneep die met haar magere vingertjes bijna fijn, haar ogen opnieuw roerloos versmolten met de zijne. Zo probeerde zij nog één keer, in haar radeloosheid, een teken van hoop te ontwaren. Maar het hielp haar niet. Er was geen twijfel mogelijk. Alles was zoals het was. Er zou een tijd komen dat het haar vreemd, wonderlijk te moede zou worden bij de herinnering aan deze minuten. Hoe had ze de waarheid zo onomstotelijk voor zichzelf kunnen vaststellen, meteen? Voorgevoelens had ze immers niet gehad, niet in de verste verte, nul. En toch had ze op ditzelfde moment de indruk, zomaar, dat ze precies dit had voorspeld. Genoeg. Sonja, hou op. Martel me niet, was het enige wat hij in zijn smart nog kon uitbrengen. Zo had hij zich zijn bekentenis niet voorgesteld. Het was heel anders gelopen, heel
anders. Sonja scheen nauwelijks meer te weten wie en waar ze was, terwijl ze opsprong, handen wringend van het bed wegliep, ijlings terugkwam, weer naast hem ging zitten. Hun schouders raakten elkaar op een haar na. En alsof er een elektrische schok door haar lichaam ging, een gil slaakte, verkrampte, opsprong en zich spontaan, zonder te beseffen wat ze deed, voor hem op haar knieën wierp. Wat hebt u gedaan? Wat hebt u zichzelf aangedaan? Jammerde ze wanhopig. Ze sprong op, wierp zich om zijn hals en klemde met alle kracht die ze in zich had haar armen om hem heen. Raskolnikov schrok terug en bezag haar met een tragische glimlach. Wat ben je toch een vreemd kind, Sonja. Je kust en omhelst me, terwijl ik je over... daarover vertel. Je weet zelf niet wat je doet. Maar zij hoorde niet wat hij zei en kon alleen maar een zinloze klacht uiten. Ach, nee, nee. Niemand kon ongelukkiger zijn dan jij. Ze barstte in hysterische snikken uit. De waanzin was in haar gevaren. Zijn hart werd overspoeld door een gevoel dat hij al heel lang kwijt was. Hij werd helemaal zacht van binnen en bood geen weerstand. Uit beide ogen sprong een traan die aan zijn wimpers bleef hangen. Dus je laat me niet in de steek, Sonja, vroeg hij met een zweem van hoop. Nee, nooit, nooit. Ik zal je altijd overal volgen. O mijn God, o wat ben ik ongelukkig. Waarom heb ik je niet eerder leren kennen? Waarom ben je niet eerder op mijn pad verschenen? O mijn God. Maar nu ben ik naar je toegekomen. Nu ja, maar nu, wat moeten we nu? Samen blijven, samen, herhaalde zij als ontzind, terwijl ze hem opnieuw in haar armen knelde. Ik zal je volgen naar Siberië. Er vloog een zenuwtrek over Raskolnikovs gezicht en om zijn lippen zwol de grijns die hij de afgelopen tijd zo vaak had vertoond, vol haat en hovardij. Ik weet nog niet zo zeker of ik me wel naar Siberië laat voeren, zei hij. Sonja keek hem aan. Na het eerste hartstochtelijke, bijna ondraaglijke medelijden dat zij voor de ongelukkige had gevoeld, werd ze zich nu pas voor het eerst werkelijk bewust van de gruwelijke wetenschap dat hij een moord had gepleegd. In de veranderde klank van zijn stem hoorde zij de moordenaar. Verbijsterd keek zij hem aan. In feite wist ze nog helemaal niets. Ze had zich nog geen seconde het hoofd gebroken over het waarom, het waarvoor, het hoe. Nu doemden al dit soort vragen op slag voor haar op. Maar weer kon ze het eenvoudigweg niet geloven. Hij, uitgerekend, hij, een moordenaar, onmogelijk. Hoe kan dat? Wat is dit? Waar ben ik? Prevelde ze in uiterste verdwazing, nog altijd niet bij zinnen. Hoe? Iemand als u? Hoe heeft u zichzelf daartoe kunnen zetten? Kan dat dan zomaar? Voor het geld, heel gewoon. Wil je nu ophouden? Sonja, antwoordde hij vermoeid en zelfs een tikje geërgerd. Sonja was als verstijfd en leek volkomen overrompeld door zijn reactie, tot ze uitriep, je had honger, je wou je moeder helpen, ja? Nee, Sonja, nee, mompelde Raskolnikov. Hij had zich omgedraaid en staarde naar de vloer. Zo erg was mijn honger niet. Het is waar, ik wou mijn moeder helpen, maar dat was het niet. Je doet me pijn, Sonja. Sonja begreep er niets van en wierp haar armen in de lucht, alsof ze daarmee lucht wilde geven aan haar wanhoop. Is het dan echt waar? Is het geen verzinsel? Mijn God, wat is dit voor waarheid? Wie kan er nu ooit zoiets geloven? Van u? U geeft uw laatste beetje geld weg en hebt een roofmoord gepleegd? Ach, schreeuwde ze, getroffen door een vreselijke gedachte. Het geld dat u aan Katerina Ivanovna hebt geschonken... Dat geld, dat is toch niet... Nee, Sonja, onderbrak hij haar haastig. Dat was ander geld, rustig maar. Het was geld dat mijn moeder me had gestuurd via een koopman, een kennis van haar. Het was gekomen toen ik ziek op bed lag, op dezelfde dag dat ik het weer weggaf aan Katerina Ivanovna. Razumihin was erbij. Hij heeft, geloof ik, voor mij getekend. Het was mijn eigen geld, echt geld van mezelf. Sonja luisterde, maar kon amper volgen wat hij zei en pijnigde haar hersens af om er een houvast in te ontdekken.
dat andere geld... Ik weet trouwens niet eens zeker of er wel geld bij zat, ging Raskolnikov verder. Hij praatte zachtjes, in gedachten verzonken. Ik heb een beurs van haar nek getrokken, een beurs van velours. Hij zat zo te zien propvol, maar ik heb er niet in gekeken. Ik denk dat ik daar geen tijd voor had. Verder waren er dingetjes, kettingjes en broches en dat soort spullen. Die heb ik allemaal samen met de geldbuidel op een binnenplaats onder een steen verstopt de volgende ochtend. Ergens aan de Hemelsvaartprospect. Het moet er nog steeds liggen. Sonja luisterde uiterst geconcentreerd. Hoe kan dat dan? Dat... U zei dat u het deed om te stelen. Waarom hebt u dan niks gepakt? Vroeg ze. Het was een laatste strohalm. Weet ik niet. Ik heb tot nu toe niet besloten wat ik ermee moet. Misschien wel helemaal niks, antwoordde Raskolnikov, die er nog altijd niet erg bij was met zijn gedachten. Maar toen scheen hij uit zijn mijmeringen te ontwaken en zei kortaf: wat kraam ik een onzin uit, vind je niet? Hij grinnikte. Heel even dacht Sonja: zou hij krankzinnig zijn? Maar dat idee liet ze onmiddellijk weer varen. Hier was iets anders aan de hand. Ze had geen clue. Weet je, Sonja, vervolgde hij, alsof hij de geest had gekregen. Ik zal je eens wat zeggen. Als ik iemand zijn keel had doorgesneden, omdat ik omkwam van de honger... Hij benadrukte elk woord en zag haar aan met een raadselachtige blik, terwijl hij tegelijkertijd recht vanuit zijn hart leek te spreken. Dan zou ik nu gelukkig zijn, gelukkig. Onthoud dat! Bijna zonder overgang schreeuwde hij er in pure wanhoop achteraan. Wil je? Wat wil je, Sonja? Wat heb je eraan als ik toegeef dat ik een zonde heb begaan? Dan zegevier je, maar het is een domme overwinning. Dus wat heb je eraan, Sonja? Ach, ben ik daarvoor naar jou toegekomen? Sonja wilde wat zeggen, maar bleef toch weer zwijgen. Daarom wou ik gisteren dat je met me meekwam. Dat we samen weg zouden gaan, wij met z'n tweetjes. Mee waarheen? Vroeg Sonja timide. Niet om te roven en moorden, wees maar niet bang, grijnsde hij cynisch. Je bent een heel ander mens dan ik. Weet je, Sonja, ik begin nu pas te begrijpen waar ik heen wil, samen met jou. Gisteren realiseerde ik me dat niet zo duidelijk, maar nu besef ik dat ik alleen naar jou toe ben gekomen om je te vragen of je met me meegaat. Waarheen dan ook. Laat me niet alleen, ja? Zij kneep in zijn hand. Een minuut lang zei geen van tweeën iets. Bodemloze pijn en wanhoop stonden op zijn gezicht te lezen. Plotseling schreeuwde hij het uit. Waarom heb ik het je verteld? Waarom toch? Waarom heb ik je van mijn misdaad verteld? Daar zit je. Je wacht op mijn uitleg en verklaringen. Je zit erop te wachten. Ik zie het aan je, Sonja. Maar wat moet ik zeggen? Je zult er niets van begrijpen en helemaal kapot gaan aan je verdriet om mij. Kijk maar, je huilt alweer en je omhelst me alweer. Waarom doe je dat? Omdat ik het niet langer kon uithouden en mijn eigen ellende op iemand anders schouders wou laden. Om het zelf makkelijker te kunnen dragen. Hoe kan je nu van zo'n minne lafbek houden? Het doet jou zelf toch ook vreselijk pijn, huilde Sonja. Weer was dat gevoel er. Dat hem overstelpte en zijn hart verzachtte. Sonja, pas op. Ik ben een slecht mens, een booswicht. Dat verklaart een heleboel. Ik ben naar je toegekomen omdat ik een kwaadaardig karakter heb. Een ander zou misschien niet naar je toe zijn gekomen, maar ik ben een lafbek, een min mens. Ach, wat zou het ook. Ik zeg allemaal dingen die er niet toe doen. Ik zou zoveel moeten zeggen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Hij stokte en dacht na. Maar weer hield hij het niet uit en schreeuwde: we hebben niets met elkaar gemeen. We passen niet bij elkaar. Waarom? Waarom ben ik naar je toegekomen? Dat zal ik mezelf nooit kunnen vergeven. Nee, niet waar. Het is goed dat je bent gekomen, zei Sonja nu, luid en duidelijk. Het is goed dat ik het weet. Het is veel beter zo. Haar woorden deden hem alleen nog maar meer pijn. Hij bleef even zitten nadenken en zei toen:
Toch was het zo, weet je. Zo was het. Ik wou Napoleon worden. Daarom heb ik een moord gepleegd. Begrijp je het nu? Nee. Fluisterde Sonja schuw, naïef. Maar vertel toch maar. Vertel maar, toe. Ik zal je begrijpen, op mijn eigen manier zal ik alles begrijpen, zei ze smekend. Oh ja, oké. Dat zullen we dan zien. Hij zweeg een hele tijd om zijn gedachten te ordenen. Ik zal je proberen uit te leggen waar het allemaal om draaide. Ik was totaal geïntrigeerd door één vraag. Stel nu eens dat Napoleon in mijn schoenen had gestaan en hij geen Toulon of Egypte of Alpen had gehad om zijn carrière gestalte te geven. Stel dat hij in plaats van al dat prachtige, monumentale... van al die prachtige uitdagingen enkel en alleen een oud wijfje had gekend. Een bespottelijk ambtenaarsweduwtje. Dat hij zou moeten doodslaan om haar ten behoeve van zijn carrière te beroven van haar zorgvuldig opgepotte kapitaal. Zou hij daartoe hebben kunnen besluiten, gegeven dat hij geen andere optie had gehad? Zou hij niet zijn teruggekrabbeld omdat zo'n daad niet monumentaal genoeg was geweest en omdat het zondig was geweest? Wil je wel geloven dat ik me tijdenlang het hoofd heb gebroken over dat zogenaamde vraagstuk, zo lang zelfs dat ik me voor mezelf begon te schamen? Totdat het opeens tot me doordrong dat Napoleon in die situatie niet alleen nooit zou zijn teruggekrabbeld, maar dat het zelfs nooit bij hem zou zijn opgekomen dat het misschien niet monumentaal genoeg was. Dat hij die hele vraag überhaupt niet zou begrijpen. Laat staan dat hij voor zoiets zou terugkrabbelen. Als hij geen andere optie had gehad, zou hij zo'n wijfje in een handomdraai doodslaan. Zonder een krimp te geven, zonder zich iets af te vragen of ergens over na te denken. Dus maakte ik een eind aan mijn gepieker en beging een moord, waarvoor ik me kon beroepen op een autoriteit. Zo is het gegaan en niet anders. Om je rot te lachen, toch? Ja, Sonja. Ja, Sonja. Dat het zo is gegaan en niet anders is misschien nog wel het meest om je rot te lachen. Sonja kon er helemaal niet om lachen. U kunt me beter alles vertellen zonder van die voorbeelden. Gewoon, vroeg ze dodelijk verlegen, nauwelijks hoorbaar. Hij keek haar verdrietig aan en nam haar handen in de zijne. Je hebt alweer gelijk, Sonja. Het is allemaal onzin, geleuter. Kijk, je weet dat mijn moeder doodarm is. Mijn zuster heeft wel school gegaan, toevallig. Maar ze moet zich als gouvernante zien te redden. Dat is haar lot. Al hun hoop was op mij gevestigd. Ik heb een tijdje gestudeerd, maar kon het financieel niet bolwerken, zodat ik de studie er voorlopig aan moest geven. Zelfs al was het leven op die voet doorgegaan, en al hadden de omstandigheden niet extreem tegengezeten, dan nog had ik over een jaar of 10, 12 hooguit kunnen hopen op een leraars- of ambtenarenbaantje met een jaarsalaris van 1000 roebel. Het hele verhaal klonk alsof Raskolnikov een uit het hoofd geleerde les oplepelde. Tegen die tijd zou mijn moeder afgeleefd zijn vanwege de zorgen en het verdriet, zonder dat ik haar tot steun zou kunnen zijn, terwijl mijn zuster misschien nog wel veel erger te wachten stond. En waar was het allemaal goed voor? Om het leven aan me voorbij te laten gaan en me alles te ontzeggen? Om moeder te vergeten en de smaad van mijn zuster beleefd te accepteren? Om eerst hen te begraven en dan een nieuw gezin te stichten met vrouw en kinderen, die ik bij mijn dood ook weer zonder een cent hongerig zou moeten achterlaten? Kortom, ik besloot het geld van dat oude wijf in te pikken, dan kon ik mij daarmee door de eerste jaren heen slaan en de universiteit afmaken zonder voor rekening van mijn moeder te komen. Ook de eerste stappen van mijn postuniversitaire loopbaan zouden gegarandeerd zijn. Ik zou het groots aanpakken, radicaal breken met mijn oude leven en een totaal ander, onafhankelijk bestaan opbouwen.
Zo was ik het van plan en meer kan ik er niet van maken. Dat ik die heks heb doodgeslagen, dat was verkeerd, uiteraard. Maar, nou ja, basta. Aan het eind van zijn relaas gekomen, liet hij uitgeblust het hoofd hangen. Ach nee, je draait eromheen, riep Sonja bitter. Het is niet zoals het zit. Nee, zo kan het niet geweest zijn. Dacht je dat? Je hebt het toch gehoord? Ik spreek echt de waarheid. Wat voor waarheid? Oh god. Ik heb gewoon een luis geplet, Sonja. Een nutteloos, vies, schadelijk gedrocht. Maar wel een mens. Ik weet zelf ook echt wel dat het geen luis was. Antwoordde hij met een vreemde blik in zijn ogen. Ik zeg trouwens maar wat, Sonja. Ging jij even later verder. Ik zeg de hele tijd maar wat. Ik draai er inderdaad omheen. Dat heb je goed opgemerkt. Het gaat om hele, hele andere dingen. Ik heb al lang niet meer gepraat met iemand, Sonja. Nu heb ik ontzettende hoofdpijn. Zijn ogen brandden koortsachtig. Om zijn mond doolde een zenuwachtige glimlach. Hij wist amper meer wat hij zei. Hij had zichzelf zo opgezweept dat er weinig hoefde te gebeuren of hij zou instorten van uitputting. Dat zag Sonja heel goed. En ook haar duizelde het. Hij had zulke rare dingen gezegd. Dingen die misschien nog wel te volgen waren, maar niet zo konden zijn. Nee. O, god. Zij wrong haar handen in wanhoop. Nu richtte Raskolnikov zich met een ruk op. Een plotselinge keer in zijn gedachten trof hem en blies hem nieuwe energie in. En hij hernam. Nee, Sonja, het zit helemaal, allemaal, helemaal anders. Heel anders. Een beter uitgangspunt. Ja, ik zie het nu duidelijk. Een beter uitgangspunt in mijn karakter. Ik ben een narcist. Ik zit vol afgunst en woede. Ik ben kleingeestig en rancuneus en... Oké, laat ik alles nu maar gewoon op tafel gooien. Ik heb een aanleg voor krankzinnigheid. Ik heb gemerkt dat daar om mij heen al over wordt gesproken. Ik zei zo net dat ik niet genoeg geld had om te studeren. Maar weet je, misschien had ik dat eigenlijk best. Mijn moeder zou het collegegeld vast wel bij elkaar hebben gescharreld. En zelf had ik voor mijn eten en kleren en laarzen kunnen zorgen, zeker weten. Ik zou echt wel leerlingen hebben gevonden voor een halve roebel per les. Razumihin werd toch ook voor de kost, maar ik had er de pest in en weigerde. Ja, ik had daar pest in. Dat is het goede woord. Pest. Als een spin had ik me in een donker hoekje genesteld. Je bent in mijn hok geweest. Je hebt het gezien. Weet je, Sonja, die lage plafonds en die benauwde kamertjes drukken op je brein en ook op je ziel. Ik haatte dat hok, maar ik wou er niet uitkomen. Expres niet. Dagen achter elkaar kwam ik niet buiten. Ik had nergens zin in. Niet in werken en zelfs niet in eten. Ik lag daar maar. Als Nastasja toevallig eten bracht, had ik het op. En als de dag voorbij ging, zonder dat ze me iets bracht, vroeg ik er ook niet om. Expres niet, omdat ik de pest in had. 'S nachts lag ik in het donker. Ik had geen zin om te proberen een paar stuivers te verdienen om kaarsen te kunnen kopen. Ik moest studeren, maar verkocht mijn studieboeken. Op de aantekeningen en schriften op mijn schrijftafel lag het stof duimdik. Ik bleef liever liggen nadenken, al maar nadenken. Ook had ik allerlei hele rare dromen, zulke rare dromen. Daarmee begon het, met visioenachtige dromen van... Nee, zo was het niet. Ik draai er weer omheen. Weet je, ik vroeg me voortdurend af waarom ik de domheid van de mensen om me heen heel goed zag en desondanks zelf niet slimmer probeerde te zijn. Moet ik soms wachten tot de anderen minder dom werden? Maar dan kon ik wachten tot ik een ons woog. De mensen zouden nooit veranderen, begreep ik. Niemand zou ooit in staat zijn de mensen om te vormen. Alle pogingen in die richting zouden eeuwig mislukken. Zo was het leven nu eenmaal. Zo is de wet. Ja, Sonja, de wet. En weet je, Sonja... Uiteindelijk heb ik begrepen dat degene met de sterkste wilskracht en de onwrikbaarste gedachtenpatronen geboren is om over de mensen te heersen. Wie alles durft, heeft het gelijk aan zijn kant. Wie overal op spuugt, die stelt de wet. Wie het meeste lef heeft, die heeft ook de meeste rechten. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn. En als je dat niet ziet, ben je blind. Hoewel Raskolnikov gedurende deze hele monoloog Sonja bleef aankijken, kon het hem niet langer schelen of ze hem begreep of niet. Hij had nu echt koorts en was ten prooi aan een bedwelming die hij schijnbaar niet van zich af wilde of kon schudden. Want het was waar. Hij had al lang, zo lang niet echt met iemand gepraat. Sonja begreep dat hij had gesproken vanuit dat wat zijn geloof zijn wetboek was geworden. Een sinistere catechismus.
Ik had het gevoel dat ik een geheim had geraden, ging hij in vervoering verder. Macht, begreep ik, komt hem toe die zich erin die zich ervoor openstelt en haar grijpt. Daarbij is slechts één ding van belang, durf. Zo vormde zich in mijn brein die ene gedachte, iets wat nog nooit eerder door iemand was bedacht. Nog nooit. Niemand had ooit verzonnen dat je alle onzin gewoon bij de staart moet grijpen en het raam uit moet slingeren. Weg ermee. Daar had je alleen maar lef voor nodig. Dat besef brak door als de zon van achter een zwarte wolkenmassa. Ik wilde dat lef tonen. Ik wilde het durven. Daarom pleegde ik een moord. Sonja, dat is de enige reden. Hou op. Hou op met zo te praten. Hou op, riep Sonja en klampte opnieuw haar handen voor haar borst in elkaar. U hebt zich verwijderd van God, zodat God u getroffen heeft met zijn toorn en u aan de duivel heeft overgeleverd. Als je het daarover wilt hebben, Sonja, toen ik daar in het donker op mijn kamer lag en al die visioenen had, was dat toen de duivel die me het hoofd op hol bracht? Hou op, u spot ermee. Dat is blasfemie, u snapt er niks van, helemaal niks. Oh God, hij begrijpt er helemaal niks van. Nee, Sonja, dat moet je niet zeggen. Ik spot niet. Ik weet zelf dat de duivel bezit van me had genomen. Dus dat mag je niet zeggen, dat mag je niet zeggen, bleef hij herhalen, somber en hardnekkig. Ik weet het allemaal. Ik heb het allemaal overdacht en er in het donker met mezelf over liggen fluisteren. Ik heb het tot op de bodem beargumenteerd met mezelf en ik weet het allemaal, allemaal. Je moest eens weten hoe dat gepraat met mezelf, om mezelf te overtuigen, me de strot uitkwam. Ik hunkerde ernaar, alles te vergeten en opnieuw te beginnen, op te houden met dat zinloze gepieker. Denk je dat ik me er hals over kop als een doerak in heb gestort? Nee. Ik heb het juist heel slim aangepakt. En dat heeft me de das omgedaan. Ik wist echt wel, heel goed zelfs, dat de vraag of ik het recht had om mijn macht toe te eigenen, dat alleen het stellen van de vraag al betekende dat ik dat recht niet had. En dat ik, door me af te vragen of een mens een luis is, zelfs helemaal niet vond dat de mens een luis is, omdat de mens alleen een luis is voor wie zich dat niet eens afvraagt en daar überhaupt geen gedachte aan vuil maakt. Als ik me dag in dag uit afvroeg hoe Napoleon in mijn plaats zou doen, betekent dat alleen maar dat ik drommels goed wist dat ik geen Napoleon was. Ik zwelgde in mijn eigen geredeneer, maar het was een martelgang. Ik wilde ervan bevrijd worden. Weg ermee. Ik wou een moord plegen, zonder me in allerlei spitsvondigheden te verliezen. Voor mijn eigen genoegdoening. Een moord plegen voor mezelf. Uitsluitend voor mezelf. Zelfs in dat opzicht weigerde ik mezelf iets wijs te maken. Mijn besluit had niets te maken met het verlangen om mijn moeder te helpen. En ook niet met het idee dat ik goede dingen zou kunnen doen voor de mensheid, zodra ik macht en geld zou hebben gezwets. Allemaal gezwets. Ik heb een moord gepleegd zonder enig motief. Alleen voor mezelf, gewoon voor mezelf. Of ik een weldoener zou worden dan wel voor de rest van mijn leven, als een spin in zijn web de slachtoffers van mijn manipulaties zou leegzuigen, was mij op dat moment volslagen om het even. Dat kan niet anders. Geld was niet de hoofdzaak, Sonja. Toen ik een moord pleegde, ging het om iets anders. Dat is me nu, achteraf, duidelijk, begrijp je? Als ik diezelfde weg nog een keer moest bewandelen, zou ik nooit voor een tweede keer een moord plegen. Want ik werd door iets anders gedreven. Ik wilde te weten komen, zo gauw mogelijk, of ik, net als iedereen, een luis was of toch een mens. Kon ik die ene drempel overstappen of niet? Durfde ik me te laten gaan en te grijpen wat ik kon grijpen of niet? Was ik een vreesachtig, nietig schepsel of had ik het recht om iemand te doden? Vindt u dat een recht? Het recht om iemand te doden? Jammerde Sonja en wrong in wanhoop haar handen. Ah, Sonja, overstemde hij haar. Hij raakte geïrriteerd door wat ze hem voorhield en hij stond op het punt tegen haar in te gaan, maar in plaats daarvan zweeg hij verachtelijk. Toen hernam hij. Laat me uitpraten, Sonja. Ik wou je maar één ding aantonen, dat de duivel erachter zat en dat hij mij een loer heeft gedraaid. Want na afloop bracht hij mij aan het verstand dat ik helemaal dat recht niet had, omdat ik net zo luis was als iedereen. Hij had me beetgenomen en lachte me uit. Daarom ben ik naar jou toegekomen. Ontvang me dan, met open armen. Als ik geen luis was, zou ik toch nooit naar je toe zijn gekomen, of wel soms. Luister, toen ik op weg was naar dat oude mens, wou ik het alleen maar proberen. Meer niet, alleen maar proberen. Nu weet je het. U wou het proberen en u hebt het gedaan. Een moord gepleegd.
Maar je moet niet vragen hoe. Wie vermoordt er nu iemand op zo'n manier? Wie gaat er nu op die manier op zijn slachtoffer af? Ik zal het je nog wel eens vertellen hoe ik daar liep. En dan, wie heb ik eigenlijk vermoord? Dat oudje. Nee, ik heb mezelf vermoord. Niet haar. Met één mep heb ik mezelf afgemaakt, voor eeuwig. De duivel heeft dat wijf doodgemaakt, niet ik. Genoeg, Sonja, genoeg. Laat me bij het rust, schreeuwde hij, verkrampt van smart. Laat me. Hij plantte zijn ellebogen op zijn knieën en klemde zijn hoofd als een tang tussen zijn handpalmen. Dat hij zo moet lijden. Sonja's weeklacht ging gepaard met een hartverscheurende snik. Hij kwam met een ruk omhoog en vroeg: wat moet ik doen? Zeg op. Zijn gezicht was vertrokken, mismaakt van wanhoop. Wat je moet doen? Riep zij uit. Ze was opgesprongen, haar ogen gloeiden door haar tranen heen. Sta op. Ze greep hem bij een schouder. En hij kwam overeind, al was het maar van verbazing. Ga nu, nu meteen. Ga midden op een kruispunt staan. Buig je ter aarde en kus de grond, want je hebt de aarde besmeurd. Buig je naar de wereld, de hele wereld, in alle vier windrichtingen. En zeg luide, ik heb gedood. Dan zal God je nieuw leven schenken. Ja? Zul je dat doen? Ja? Vroeg ze steeds weer. Ze leek op de rand van een epileptische toeval. Zoals ze hem met haar handen vastklemde en hem met haar gloeiende ogen aankeek. Hij leek overrompeld door haar exaltatie. Heb je het over Siberië, Sonja? Een strafkamp moet ik mezelf gaan aangeven, vroeg hij mistroostig. Je moet het lijden dragen en boete doen. Oh nee, ik lever me niet aan hen uit, Sonja. Maar hoe wil je dan leven? Je moet toch leven? Hoe ga je dat doen? Dat is vanaf nu toch niet meer mogelijk? Hoe ga je voortaan bijvoorbeeld om met je moeder of met je zuster? Ze zullen een verschrikkelijke tijd krijgen. Maar wat zeg ik voor domme dingen? Je hebt ze immers al aan de kant geschoven, je moeder en je zuster. Je hebt ze in de steek gelaten, je hebt ze van je afgeworpen. Oh God, dat weet hij zelf allemaal al lang. Hoe kan je zonder andere mensen leven? Wat moet er van je worden? Doe niet zo onvolwassen, Sonja, zei hij zachtjes. Waaraan heb ik me voor de mensen schuldig gemaakt? Waarom zou ik in het openbaar schuld erkennen? Wat heb ik voor boodschap aan ze? Je koestert hersenschimmen, Sonja. Die mensen maken miljoenen andere mensen het leven zuur. Nota bene onder het mom van goede bedoelingen. Het zijn schoften. Misbaksels zijn het. Ik doe het niet. Echt niet. Wat zou ik trouwens moeten zeggen? Dat ik een roofmoord heb gepleegd, maar te scheiterig was om er met de buit vandoor te gaan. Dat ik de buit onder een steen heb verstopt? Hij grinnikte wrang. Ze zullen me alleen maar uitlachen. Wat een suffert, zullen ze zeggen. Hij durfde het karwei niet eens af te maken. Een lafaard en een sukkel, dat is hij. Nee, Sonja, ze zullen er geen snars van begrijpen. Ze zijn het ook helemaal niet waard om er iets van te begrijpen. Waarom zou ik naar ze toe gaan? Ik pieker er niet over. En jij moet een beetje volwassen doen, Sonja. Zij strekte in wanhoop haar armen naar hem uit. Je maakt jezelf het leven ondraaglijk. Misschien heb ik mezelf nu wel nog meer te grabbel gegooid, zei hij zwartgallig en alsof hij hardop nadacht. Misschien ben ik nog steeds een mens en geen luis en heb ik mezelf wat al te haastig aan de schandpaal genageld. Ik geef de strijd nog niet op. Er gleed een aanmatigende grijns over zijn gezicht. Wat een kwelling, wat een marteling en dat je hele leven... Ik raak er wel aan gewend, zei hij verstrooid. Het klonk naargeestig. Na een ogenblik hernam hij. Luister, genoeg gehuild ter zake.
Ik ben gekomen om je te zeggen dat ik gezocht word. Dat ze me willen oppakken. Nee, riep Sonja geschrokken. Waarom schrik je daarvan? Je wilt zelf dat ik naar een strafkamp word gestuurd, maar ik zeg je één ding. Ik ga mezelf niet uitleveren. Ik blijf doorvechten. Ze zullen me niks kunnen maken. Doorslaggevende bewijzen ontbreken. Gisteren hing ik op een haar na. Ik dacht al dat het afgelopen was. Maar vandaag ziet het er weer een stuk rooskleuriger voor me uit. Die verdachte omstandigheden van ze hebben stuk voor stuk twee kanten. Ik kan ze allemaal op zo'n manier wenden en keren dat ze in mijn voordeel spreken, snap je? En dat ga ik doen ook. Ik ben er inmiddels heel bedreven in geworden. Maar vastzetten zullen ze me, onherroepelijk. Het had vandaag al kunnen gebeuren als er geen spaak in het wiel was gestoken. Hoewel, wie weet komt het er vandaag alsnog van. Dat is niet uitgesloten, maar het is allemaal niet erg. Sonja, als ze me vastzetten, laten ze me vanzelf weer los. Want ze hebben geen enkel doorslaggevend bewijs, dat zweer ik. Ze baseren zich op dingen waarvoor je iemand niet achter de tralies kunt brengen. Oké, genoeg geouwe hoert, ik wou alleen dat je het zou weten. Wat mijn moeder en zuster betreft, ik zal proberen het zo te spelen dat ze het niet geloven en niet de schrik van hun leven krijgen. Overigens zal er voor mijn zuster worden gezorgd, zo te zien is zij veilig. En moeder dus ook. Goed dan. Dat is alles. Wees wel voorzichtig. Kom je op bezoek als ik in de Noord zit? Natuurlijk, zeker. Triest en terneergeslagen zaten ze daar, naast elkaar. Als twee mensen die na een schipbreuk als enigen op een kust zijn geworpen waar geen leven zich aftekent. Terwijl hij naar Sonja keek, besefte hij hoeveel liefde zij hem gaf en had gegeven. En vreemd genoeg voelde hij al die liefde als een last en iets wat pijn deed. Het was een eigenaardige, angstaanjagende gewaarwording. Op weg naar Sonja had hij gemeend dat hij al zijn hoop in haar kon stellen en dat hij er met haar hulp uit zou komen. Zij zou een deel van zijn lijden op zich nemen, had hij gedacht. Maar nu zij haar hart wijd open had gezet, drong het ineens tot hem door dat hij zich ongelukkiger voelde dan ooit. Sonja, zei hij, kom maar liever niet op bezoek als ik gevangen zit. Sonja zei niets. Ze huilde. Het was een hele tijd stil. Heb je een kruis? Vroeg ze onverwacht, alsof ze zich plotseling iets herinnerde. Eerst snapte hij de vraag niet. Niet, hè? Hier, neem het mijne maar. Het is van cipressenhout. Ik heb er nog één. Van brons, gekregen van Lisavietta. We hadden geruild, ik haar kruisje. Zijn mijn icoontje. Voortaan zal ik dat dragen. Jij krijgt dit hier. Alsjeblieft. Pak het aan. Smeekte ze. Het is van mij. Van mijzelf. Niet van haar. We zullen het leed samen dragen. Jij en ik. We zullen het kruis samen op onze schouders nemen. Geef maar. Zei Raskolnikov. Omdat hij haar geen verdriet wilde doen. Maar hij trok zijn uitgestoken hand op het laatste moment terug. Niet nu, Sonja. Later, ja? Ja, ja. Je hebt gelijk. Dat is beter. Viel ze hem enthousiast bij. Wanneer je op weg gaat, je lijden tegemoet, dan moet je het omdoen. Ik zal het jou omdoen. We zullen samen bidden en samen op weg gaan. Op dat moment werd er 3 keer op de deur geklopt en riep een bekende stem, heel beleefd. Sofia Semyonovna, mag ik binnenkomen? Sonja haastte zich naar de deur. Het witblonde hoofd van Lebezhatnikov keek om de hoek. Benieuwd naar het vervolg? Tot morgen.
Dit was Misdaad en Straf, voorgelezen door Lazarus. In de lente van 2022 brengen we dit straffe verhaal op de scène. Kom kijken! Graag tot dan!